Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan verder met de Daisy Stitch, deel 2. Dit is de eerste toer die je maakt van deze sjaal. Met het opzij. Je kan er dus alle kanten mee op. Je hoeft het, je begint gewoon met een... met schelpjes, eigenlijk met bloemblaadjes en een opening, uitgelegd in deel 1. Dus we gaan nu verder met deel 2. En dan pakken we hebben deel 1 hebben de onderste rij blaadjes gemaakt. En nu gaan we de bovenste maken. Dus de onderste rij blaadjes hebben we gemaakt en nu gaan we de bovenste rij blaadjes maken. Weer 4 lossen. En dan 3 dubbele stokjes weer in de opening. 1. En we moeten hieronder eindigen. Dus we pakken 4 lossen. En die zetten we in het midden van de bloem gewoon vast met een vaste. Kijk, dan heb je al bijna je Daisy bloemetje klaar. Nou gaan we weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We gaan 3 dubbele stokjes maken. 1. 2. 3. En we moeten nu dus eindigen bij, we moeten nu dus bij het tweede bloemetje beginnen. Dus we moeten nog 1 stokje maken, want we moeten bovenaan eindigen nu, omdat we moeten over gaan springen naar het andere Daisy bloemetje. Nog 1 dubbel stokje. En dan gaan we nu naar de andere bloem. Dus dan pakken we weer 1 dubbel stokje. En dan zijn we overgesprongen naar de andere Daisy bloem. Dan maken we nog 3 dubbele stokjes. En we moeten eindigen hieronder, dus we zetten weer 4 lossen en we hebben per blaadje hebben we soort 5 stokjes nodig. En ja, de lossen tellen eigenlijk ook als een stokje. Hè? Dan is het net alsof het een stokje is. Dus nog 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Die zetten we weer in de opening. Vast met een vaste. En nu zijn we met het tweede bloemetje, het eerste blaadje, bezig. En we pakken weer 4 lossen. En 3 dubbele stokjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. We moeten overspringen naar de volgende. Dus we zetten nog 1 dubbel stokje neer. En nu gaan we weer naar de volgende Daisy. Deze toer is wel de makkelijkste, omdat je hier niet hoeft te beginnen met zeg maar die opzet van die rondjes met die 9 lossen. Maar goed, je moet gewoon veel oefenen. Je hebt er nu 1, 2, 3 en de vierde. En de vijfde moet onderaan komen, dus dan pakken we 4 lossen. En die zetten we vast met een vaste.
En we gaan weer 4 lossen. En weer 3 dubbele stokjes. En we gaan weer overspringen, dus, en we hebben de 5 nodig, 1, 2, 3, 4. En we gaan overspringen naar de volgende daisy. Dus we zetten nog 1 dubbel stokje. En nu gaan we overspringen, dus dan moeten we hier weer een dubbel stokje maken. We hebben er nog 3 nodig, maar de laatste moeten we beneden eindigen, dus dat worden losse 1, 2, 3, dit is de 4e en de 5e worden losse 1, 2, 3, 4. Als het te snel gaat, kan je hieronder bij YouTube de video ook nog iets langzamer afspelen. Ja, mijn ervaring is dat je even goed moet opletten in welk schulpje dat je zit. En je legt het werk gewoon eventjes elke keer plat neer om te kijken hoe ver dat je bent. En je kan heel veel met deze steek. Als je deze steek eenmaal kan, dan, ja, dan kan je hele leuke dingen mee maken. We gaan de laatste bloem maken met 4 lossen. 1, 2, 3, 4. We gaan nu weer 3 dubbele stokjes maken. En het laatste blaadje moet dus eindigen bovenaan. Ja, je stopt er nu mee. Nu maakt het eigenlijk niet uit hoe je eindigt, hoor. Of je nu met een stokje eindigt of met 3 lossen of met 4 lossen. Ik ga toch eindigen en besluiten om met 4 lossen te eindigen, zodat hij klaar is en afgewerkt kan worden. 1, 2, 3, 4. Dus dan nog 4 lossen. En die zet ik dus weer vast in het midden. Met een vaste. En we pakken de schaar. En we trekken de draad door. En we hebben weer een bloemetje. Dit is dus de daisy stitch. Als je meer nieuwe steken wil leren, dan graag abonneren op YouTube bij Iedereen Kan Haken. Ik dank je wel voor het kijken. Ja, iedereen kan dit leren. Het is even oefenen. Deze is voor iets verder dan een beginner, maar als beginner kan je hier dus ja, wel uitkomen. Ik heb gebruikt de Julia wol en haaknaald nummer 8, dus het is echt een opschieter. En het resultaat, ja, ligt eraan hoeveel deze bloemetjes je wil maken. Je kan hem in deze lengte ook maken, maar het makkelijkste is dat je eerst heel de onderkant maakt van de hele sjaal, en op de teruggaande toer ga je weer die blaadjes erin zetten. Nou, bedankt voor het kijken. Dit was Iedereen Kan Haken. Tot de volgende keer. En ja, graag abonneren. En je krijgt dan vanzelf de nieuwste steken te zien. Dankjewel.